Mysteryland. 20 jaar geleden begonnen als hardcorefeest. Vandaag het festival met de meest complete programmering. In de toekomst richt het zich meer en meer op jong talent en speciale optredens. Lars en Maarten van Detroit Swindle, jullie zijn net klaar met jullie optreden met Motor City Drum Ensemble. Wat voor een extra dimensie geeft het back-to-back draaien aan een optreden? Nou, het geeft een hele grote extra dimensie. Wij draaien natuurlijk zelf sowieso al back-to-back. Dus we hebben een tijdje zitten uitzoeken wat voor ons goed werkte. En uiteindelijk blijkt voor Detroit Swindle 1-om-1. Geeft de leukste dynamiek in de set, werkt voor het publiek het leukste en voor onszelf. En zo'n back-to-back ding met een andere artiest betekent dat je iemand helemaal opnieuw moet leren kennen. Dus Detroit Swindle en Motor City Drum Ensemble samen is er een heel nieuw ding. Dat is met z'n drieën om en om plaatjes draaien. We hebben van tevoren even contact met hem gehad en het leek ons alle drie eigenlijk het leukst om gewoon het helemaal blanco erin te gaan en kijken wat we gaan zelf bedenken. Heel ad hoc draaien. En dat pakt heel erg leuk uit. Want je ziet dat je heel goed luistert naar wat degene voor jou draait. Dat je nadenkt, kijkt naar hoe het publiek erop reageert en zo eigenlijk op het moment zelf bedenkt hoe die set een beetje gaat lopen. En dat is, ja, maakt het onwijs creatief in plaats van dat je een soort voorgebakken dingetje aan het draaien bent. Wat we sowieso niet graag doen en eigenlijk nooit doen. Dus dat maakt zo'n back-to-back ding wel heel erg leuk. Het is gewoon spannend. Guys, we just finished your live performance. How can you describe the Varaika sound? Varaika's vivid and we have so much fun on stage. It's like organic sound. It's club music, very, very, it's deep, it's dense. We play our instruments, guitar, MPC, no computer. So be live, be friendly, that's Varaika. And he also sings. He's singing, yeah. Live. And a lot of the stuff we are playing is improvised. So there are like patterns we are playing or like starting points, or we like to go to an end point. But what is happening in between is like more or less open. Would you say dance festivals are more open to live acts nowadays? Yes, the audience is also asking for people to do more on stage than not just playing records. And to show more skills and to have more interaction. The audience is more and more open right now for this interaction, which is definitely working more if you have a live act. I remember, example, a guy who was dancing next to Henrik when he played in Nuremberg, his kind of guitar riffs, and he was like, oh yes, jawohl, yeah. It was so, it's burned in my heart. It's really, this guy was really listening very particular parts of one song, and right now so many people there, they want to know the special parts of a song. They want to see how it's created, and that's how we do live. We create it and in the moment. Naast wereldberoemde headliners richt het festival zich ook steeds vaker op jong talent en muzikale vernieuwers. Waarom is dat, denken jullie? Ik denk dat je als festival wel moet. Als je kijkt naar onszelf, onze act bestaat pas 2 jaar. Onze eerste plaats is vorig jaar uitgekomen. En wat wij heel erg hebben gemerkt is dat onze muziek blijkbaar een zenuw raakt in het publiek of in de markt. En dat zijn... Dat zijn wel de jonge mensen die nog jaren het clubleven gaan vormgeven. En je moet daar, denk ik, als vooruitstrevend festival, moet je daar wel iets mee willen doen. En in dit geval is Red Bull het tussenstation. Zij hebben heel goed, zij weten heel goed die beginnende artiesten op te pakken. En zij hebben heel goed de vinger op de pols wat dat betreft. Want ja, voor hetzelfde geld, weet je, wij zullen het misschien niet worden, maar een van de jongens die hier misschien vandaag staat, kan volgend jaar opeens doorbreken. En de nieuwe headliner van 2015 zijn, weet je wel. En dan wil je daar als festival wil je daar wel bij hebben gezeten. En
ik denk dat het heel goed is dat je daar veel werk in stopt.